Dat is nog eens lekker terugkomen. Ja, ik ben wel heel blij. Een heel mooie rentrée met een goede sfeer. Dus ja, heel blij. Droom rentrée? Droom? Niet echt. Goede rentrée. Hoezo geen droom rentrée? Je scoort, man. Droom rentrée is 4-0 winnen. Nu is het 4-2, is iets anders. Ja, maar toen jij erin kwam was het toch niet zoveel hosanna, hè? Ja, maar toch. Ik denk wel aan de ploeg. Was je ervan overtuigd dat je hem ging maken vandaag? Nee. Had je ook niet het gevoel van ik kan iets bijdragen, misschien dat ik het verschil maak vandaag? Jawel, maar niet echt over scoren of assist. Ik probeer alleen mijn beste te geven om de ploeg te helpen. Dat is het belangrijkste. Kan je vertellen hoe deze week voor jou geweest is en gegaan is? Want volgens mij begon je de week nog in Hongarije. Ja, het was echt een zware week. De laatste dagen kreeg ik te horen dat ik ging mijn contract verbinden. Direct heb ik Ruud Boot gebeld. Daarna met Albert. Het was heel snel geweest. Daarna heb ik de vlieg moeten komen, snel tekenen. En ja, twee trainingen in de benen. Rustige training, want voor de wedstrijd is het een beetje rustiger. Tactiek en allemaal. En nu volle bak. Dus ja. Je bent in een week tijd verhuisd van Hongarije naar hier. Ja, en blij ook. Ik wou daar weg, dus het is goed. Wilde je ook per se terug naar ADO? Ja. Ja, want omdat hier ken ik iedereen, ken ik de club. Ik heb altijd contact gehouden met iedereen, dus ik wil absoluut hier terugkomen. Je bent wel op iets grotere voet gaan leven, of niet? Dat zijn niet mijn. Mijn zijn nog in Hongarije, ik moet die gaan terughalen. Maar ja, ik kan hem gepakt niet zeggen. Geniet ervan. Dank je wel.